Het afgelopen weekend heeft iedereen het bijna gevolgd. Ik denk dat ik eerst aan mijn zoon van de TV voor Luko Afetti en UFC Fetti voor Biggie Boy Jairzinho Rozenstruik. En natuurlijk Bakadi Afetikba boensnel, 9 seconden, was iedereen natuurlijk blij en verheugd, want hij heeft binnen 9 seconden heeft hij zijn tegenstander weten uit te schakelen. Jairzinho is inmiddels terug in Suriname. Angba heeft ook al een bezoek gebracht aan president Desiree Bouterse. En vandaag was er dus een persconferentie. We hebben daarna gesprek gehad met zowel Jairzinho als met zijn trainer Michael Babb. Want we wilden natuurlijk ook persoonlijk van hun horen hoe het moment is geweest. Dank je. Het gevoel was gewoon van, ik heb gewonnen. Hoe doe je? Het was leuk. En ja, we focussen gewoon nu wat er komt. Hoe zwaar was de training, het traject vooraf? Het was een heel zwaar traject. We moesten echt focussen op wat we doen en hoe we het doen. En we hebben zelf professionals laten komen met ons te trainen, om te sparren. En dus het was heel pittig. Ja. Voor de trainer, we zien Michael Babb naast staan. Is het even zwaar voor jou als voor Biggie? Zeker is het even zwaar. We doen het samen met die kamp. En ook voor hem, of voor hem een beetje om het gevoel mee te voelen hoe het is als vechter. Maar het is absoluut zwaar. Je bent 4 maanden van huis. En alles laat je achter en dan weet je zelf hoe erg het kan zijn. Alles wordt aangepast. We hebben begrepen dat het een stuk moeilijker is om nu onder UFC te vechten. Kun je ons daar een klein beetje over uitleggen? Hoe bedoel je, onder UFC te vechten? Zoals dat nu eraan toe gaat. Ja, het is gewoon een hele professionele organisatie. Hij is daar getekend, hij kan sowieso nergens anders vechten als daar. En uiteindelijk is het gewoon een hele strenge organisatie. Ja. Wat houdt dat precies in? Kan Biggie wel beheer blijven bij ons in Suriname? Nou, kijk, je moet zo zien. Als de mogelijkheden voor hem hier zijn om te trainen, doen we het hier. Maar op dit moment vind ik dan de afleiding veel te groot in Suriname. Ja. Dus dan kiezen we altijd voor een andere plek in de wereld om daar ons trainingskampen op te zetten. Biggie zal ook wel de verschillende reacties hebben gezien op social media. Er zijn sommige mensen die hebben betwist dat een slag van jou die man naar de grond zou hebben gebracht. Hoe ga je met dat soort dingen om? Nou, voor mij is het ook positief. En het is meer een statement ook voor mijn eigen fans, familie en vrienden. Let gewoon op wat ik doe. Als je het mist, is het je eigen schuld. Ja. En ik geloof gewoon erin. Ik ben daar en ik doe het voor ons. Ik doe het niet alleen voor mezelf. Als eerst voor mezelf. Ook voor iedereen eromheen. En het is entertainment, het is leuk. Dus ja. Heel opvallend was dat je in een interview kort na het gevecht aangaf, Disnagis Ranan. We willen toch weten, wat ging er door jou heen zelf? Nou, ik ben blij, ik ben gezegend om dit voor Suriname te doen en het voelt geweldig aan. Dus ja, heel veel mensen willen dit ook doen. Of willen ook op zo'n hoog niveau Suriname representen. En als ik in de positie ben, dan voel ik me gezegend om dat te doen. Dus daarom zei ik ook hard. En vanuit mijn hart, Saranang, die is Nagiu. En het is ook gewoon van Suriname. Ik ben een jongen van Suriname. Ik ben nergens anders opgegroeid. Dus dat doe ik het ook gewoon van mijn land. We zijn natuurlijk benieuwd, wat de volgende stap? Waar wil je heen? Ja, ik wil kampioen worden. Ik wil kampioen worden en ik wil geld verdienen. Ja. Je hebt nu een bonus gehad, heb ik begrepen. Dat wist je natuurlijk niet van tevoren. Dat kwam door die 9 seconden. Er zit natuurlijk veel meer aan te komen. Ja, natuurlijk. We focussen ook daarop, want we willen geld verdienen. We willen vooruit gaan. Met geld kan je nog meer dingen doen. Wanneer kunnen we het volgende gevecht verwachten? Ja, we hebben nu 7 dagen rust, dus we kunnen na die 7 dagen gaan we onderhandelen of we horen wat van ze. En dan, je moet ervan uitgaan dat je eigenlijk om de 3 maanden tot 4 maanden vecht bij een UFC. Kijk, hij moet na 7 dagen aangeven dat hij fit is. Dat hij in training is en dat hij bereid is om elk moment weer te kunnen vechten. En dan kijken zij, gaan ze de schedules na om te kijken wat ze voor ons hebben. Maar is het niet zo dat jullie ook je oog op iemand kunnen laten vallen van Miwa Fetangamanati? Ja, maar dat zou makkelijk zijn als jij gaat bepalen, ik wil nu tegen de kampioen vechten terwijl je nummer 36 bent of zo. Nee, kijk, je kan zoveel willen. Hun bepalen uiteindelijk. En je bent werkgever van hun.
En, of werknemer van hun. En hun zijn je werkgevers. Dus je zal toch moeten doen wat zij zeggen. Tot slot, Biggie, heb je een boodschap voor de sporters, vooral thuis, die naar jou opkijken nu? Ja, natuurlijk. Geloof in jezelf. Maakt niet uit wat voor sport je doet. Ga ervoor en geef alles. Dat heb ik gedaan. Dus ik zou zeggen, doe dat ook. En dan krijg je goede resultaten. En zo heeft u het gesprek gehoord met Michael Bab en met Jarsinho Rozenstruik, a.k.a. Biggie Boy. In een gedeelte van de persconferentie heeft hij het onder andere ook gehad over de stichting die hij heeft opgericht. En waarvoor deze stichting zich inzet. En ook bij Wang Mickey Volga Pisva persconferentie die is ook toe. Dus we gaan u even daar naartoe brengen. Als sporter, als je niks hebt. Ik heb altijd gehad. Dat bedoel ik met... toen ik Mike ontmoette voor het eerst... hadden we nog geen handschoen. Het was één handschoen, één scheendekker. We gaven elkaar ongeluk en Mike kwam en hij probeerde sponsors te regelen. En we kregen handschoenen, scheendekkers, broekjes. We sporten gewoon met voetbalbroeken en Tamarik was weer als zijn broeken die kon, want hij heeft geen andere broek. Dus ik wil dan gewoon van mij, wat ik kan, wat in mijn macht is, dat wil ik dan ook teruggeven aan sporters. Maar ook andere kinderen. Ik heb onlangs ook een stichting gestart om dat allemaal te proberen uit te breiden vanuit Team Biggie Boy. Rozenstruik Give Back, we willen gewoon armzwakke jongeren, ouderen, gehandicapten, mensen die het moeilijk hebben, willen we gewoon ondersteunen, hoe kunnen. En dat hebben we vorige keer al gedaan met de, in Sofia's Lust. Met de voetballers van daar hebben we voor mij 20 paar nieuwe schoenen weggegeven. Alleen dat die jongens gewoon gaan doen wat ze leuk vinden. Want dat is sport. Als je doet wat je leuk vindt, dan ga je ver komen. En ik denk als iedereen gewoon zijn tijd steekt in wat hij leuk vindt, dan gaan we allemaal ver komen. Dat zeg ik. Ik heb het zelf ervaren om niks te hebben. En ik weet hoe het voelt. En als je zo'n jongen ziet die gewoon zijn best doet, of een meisje die zijn best doet, en denk je van, hey, misschien als ik er help, kan ze nog verder komen. Dan heb je al een stap gemaakt voor de persoon. En misschien na die stap kan de persoon dan nog verder lopen of rennen. Er zijn heel veel vechters die ik zie nu in Suriname die hun best doen. En soms hebben ze dan weer een step back. Het enige wat ik kan zeggen is geloof in jezelf. Ga gewoon vooruit. Probeer altijd. Als het even niet gaat, geef niet op. Ik heb die momenten ook gehad. Er zijn heel veel talenten. Er werd me laatst ook gevraagd in een interview. Lopen de talenten rond in Suriname? We hebben heel veel talent. Vooral met die vechters die we nu hebben. Alleen niet iedereen krijgt de gelegenheid om de grote stap te maken. Of ze maken de grote stap om jezelf. Ik heb het wel gedaan. Ik heb ooit gewoon zelf een ticket gekocht. Ik ben naar Nederland gegaan om te gaan trainen. Misschien moeten ze dat doen. Gewoon sponsors zoeken, je eigen ticket betalen. Niet wachten tot iemand je zegt van hé, ik ga je helpen. Want dan ben je te laat. Dus de boodschap is gewoon geloof in jezelf en blijf doorgaan. De straat.